Arnold, een tijdje geleden stond u hier ook. Had je het record te pakken. Het lijkt alsof je bewust gewacht hebt om te scoren. Ja, nee, zeker. Ik wou het record, die heb ik nu. En nu is het tijd om te scoren. Dus ik hoop dat er nog een aantal bij komen. Ja. Ja, ik zag jouw shot van de camera toen jij gescoord had. En je keek een beetje verbaasd. Ja, een beetje ongemakkelijk. Hè? Dat is me niet al eerder gebeurd. Dus hartstikke leuk. Mooie avond. Supporters veel mijn naam gezongen. En kan niet beter, denk ik. Ja, weet je hoe je moet juichen? Ja, ik zie het vaak genoeg op tv, zie ik mensen juichen. Dus wat dat betreft kan ik er wel een beetje van afkijken. Henk, allereerst gefeliciteerd. Waar heb je het meest van genoten vanavond? Eerste half uur. En een aantal aardige goals, denk ik. Ja. Ja, het mooiste moment voor de meeste mensen, denk ik, is natuurlijk het doelpunt van Arnold Kruiswijk. De jongens die waren nog blijer dan hem, want die realiseerden allemaal, dit is een historisch moment. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, het mooie vind ik dat. Dat de jongens voor hem genieten. Die weten dat het zijn eerste doelpunt is. En het mooiste vind ik eraan dat... ik heb de jongens ook een compliment gegeven. Want als zij in staat zijn om Arnold te laten scoren... Ja, dan moet je wel aardig kunnen voetballen. Als je dan in de kleedkamer in de rust... Want dan is het natuurlijk nog hartstikke serieus. Tweede helft, die moet nog beginnen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er wel grapjes worden gemaakt. Want Arnold die scoort, dat gebeurt niet vaak. Ja, dat is ook in het eerste wat je zegt. We gaan absoluut genieten van het doelpunt van Arnold, maar na de wedstrijd. We gaan ook genieten van de 4 doelpunten die we bij rust hadden, maar na de wedstrijd. En eigenlijk wil je meer, nog meer. Maar goed, we zijn allemaal sporters en ook sporters geweest. En soms is dat heel moeilijk om van een 4, 6 of 7 te maken. En dat wil je wel heel graag, maar goed, het blijft sport. En het is de eerste keer dat we redelijk gemakkelijk een wedstrijd konden uitzitten. Dat is af en toe wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Goed, 5-0, dat staat. Het was een ontketend Vitesse vanavond. Ja, zeker eerste helft, denk ik. Een goed plan, denk ik. Sparta kwam elke keer voor mijn gevoel een stapje te laat. Waardoor we ook voetballend er doorheen kwamen. Hun achterste lijn stond hoog, dus we konden ook... er lag veel ruimte. En daar maakte er denk ik goed gebruik van. Maar denk als mooiste de goal van Marvelous. Dat was fantastisch voetbal, denk ik. In de rust zitten jullie bij elkaar. Dan moet er gelachen worden, toch? Grapjes gemaakt over je doelpunt. Ja, dat is altijd lastig als je zo de rust in gaat. Dan wordt wel gelachen. Maar ja, aan de andere kant, je weet ook vaak als je zo'n eerste helft speelt, komt er vaak een stuk mindere tweede helft bij. Dus er werd heel even gelachen. Maar ja, dan moet je toch die knop omzetten. Want je weet, ze hebben niks meer te verliezen. En wij hebben in principe de tweede helft alles te verliezen. Natuurlijk weet je dat je de wedstrijd gaat winnen. Maar je wil tweede helft ook iets moois bieden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, in de rust was wel even genieten. Ja, wat ik ook zo mooi vond, iedereen rende naar je toe. Iedereen was nog blijer dan dat jij dat was. En ze wisten allemaal, dit is een historisch moment. Ja, zo leek het wel. Ja, maar ik was er zelf ook wel blij mee. Hoor. Maar ja, ik ben niet zo uitbundig en dat ben ik nooit geweest. Dus dat zal nu ook niet veranderen. Maar mooi dat iedereen ook blij voor mij is. En dat geeft gewoon een lekker gevoel. Dus. En een publiekswissel, dat komt er ook nog wel bij dan. Ja, inderdaad. Alles in één keer nu maar. En dat hebben we nu even gehad. Ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor mijn spelers. Zeker voor Arnold, en maar ook voor Alex, die inviel op die positie. En wat mij betreft is Alex ook een speler die we heel graag... Je ziet als hij 10 minuten invalt, wat een energie hij uitstraalt en wat een voetbalkwaliteiten die heeft. Ja, zaak wordt voor hem om te zorgen dat hij echt dadelijk topfit is. Dan is het nog een speler waar je misschien heel moeilijk dadelijk omheen kan. Maar Arnold dwingt het ook af op dit moment. En die kan ook nog andere posities invullen. Dus wat dat betreft denk ik dat we niet alleen vandaag winnen qua uitslag. Maar ook weer een aantal mensen de goede kant op kunnen duwen. Want je begrijpt dat een positief resultaat betekent dat ik morgen weer lekker iets kritischer kan zijn. Op de zaken die nog steeds niet goed genoeg zijn. En dat is wel af en toe lekker dan de spanning en de stress en de irritatie van... Een teleurstellend resultaat. Ja, vind je het ook extra leuk dat er 5 verschillende doelpuntenmakers zijn? Ja, zeker. Omdat ik denk dat we echt een ploeg ook hebben waar meerdere mensen kunnen scoren. En waar meerdere mensen moeten beseffen dat als ze die energie erin steken... dan kunnen we ook zeg maar, iedereen aan bod laten komen. In het spel betrokken zijn. Maar dat dwing je af door die energie.